De KKN Regio TV Scholenquiz Land van Kuik wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiobank en Thijs Hendricks Tweewielers Van Rooy. Alle opa's, oma's, vaders en moeders opgelet. Zilvervloot sparen is terug. 10% premie voor 10 jaar sparen. Kom langs of kijk op regiobank.nl. Thijs Hendricks Tweewielers in Van Rooy is dé specialist in de regio voor uw fiets en accessoires. Aflevering van de scholenquiz Land van Kuik. Vandaag zijn wij te gast in het Laurentiushof in Vierlingsbeek bij groep 7. 31 kinderen die gaan vandaag de ultieme test aan en gaan kijken of zij meer kennis in huis hebben dan de andere groepen 7 die wij afgelopen weken al gevolgd hebben. Hallo jongens en meisjes, groep 7 Laurentiushof Vierlingsbeek. Hallo! Hebben jullie er zin in vandaag? Ja! Weten jullie ook wat wij hier gaan doen? Ja. Ik hoor nog een paar aarzelingen en ik zal voor de kijkers thuis en voor jullie nog eventjes kort uitleggen wat wij gaan doen. De afgelopen weken en aankomende weken zijn wij druk bezig geweest met de scholenquiz Land van Kuik. Wij zijn de kennis aan het testen van alle leerlingen uit groep 7 van de basisscholen in het Land van Kuik. Ik ga jullie dadelijk een antwoordformulier uitdelen en daarna ga ik jullie 10 meerkeuzevragen stellen. Als ik een vraag gesteld heb, goed luisteren, daarna zal ik hem nog één keertje stellen. Dan kun je het antwoord omcirkelen, het goede antwoord. En na 10 vragen zul je zien dat er ook nog een open vraag bij zit. Dat is eigenlijk de moeilijkste vraag, omdat je daar het antwoord niet echt van kunt weten. Maar de 11e vraag hebben we erbij gedaan, omdat het zo kan zijn dat er misschien meer dan 3 leerlingen uit deze klas hetzelfde aantal punten behaalt. En er kunnen maar 3 leerlingen uit iedere groep 7 mee naar de halve finale. Mocht het dus zo zijn dat er meer leerlingen hetzelfde aantal punten hebben, dan gaan wij kijken naar het antwoord van de open vraag. Dus het dichtstbijzijnde antwoord zal dan doorslaggevend zijn en die leerling mag ook mee. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Dan wens ik jullie heel veel succes. Goed luisteren en niet alleen voor jezelf, ook voor de hele klas. Succes! Dank je. Vraag 1. Een rekensom. Hoeveel is 318 erbij 222? Dus hoeveel is 318 erbij 222? Vraag 2. Welke talen worden in België gesproken? Is dat A, Engels, Frans en Nederlands? B, Duits, Frans en Nederlands? Of C, Frans en Nederlands? Dus welke talen worden in België gesproken? Vraag 3, voor de kinderen die goed zijn in spelling. Hoe schrijf je universiteit? Hoe schrijf je universiteit? Vraag 4, een geschiedenisvraag. Welke kustprovincie werd in 1953 niet getroffen door watersnood? Is dat A, Zuid-Holland? B, Noord-Holland? Of C, Zeeland. Welke kustprovincie werd in 1953 niet getroffen door watersnood? Vraag 5. Topografie.
Wat is de hoofdstad van Zuid-Holland? Is dat A. Rotterdam, B. Den Haag of C. Leiden? Wat is de hoofdstad van Zuid-Holland? Vraag 6. Een rekensom. Hoeveel is 118 eraf 33? Is dat A 87? Is dat B 86? Of C 85? Hoeveel is 118 eraf 33? Vraag 7. Een spreekwoord. Vul aan. Iets voor zoete koek. A. Slikken. B. Bakken. Of C. Verkopen. Vul aan. Iets voor zoete koek. Weer een rekensom. Vraag 8. Hoeveel is 8 keer 56? Is dat A 428? Is dat B 438? Of C 448? Hoeveel is 8 keer 56? Vraag 9. Heeft met taal te maken. Wat is juist geschreven? Enigszins. Wat is juist geschreven? Enigszins. De laatste meerkeuzevraag, vraag 10, mens en natuur. Van koolhydraten krijg je A, veel energie. B, weinig energie. Of C, geen van beide. Van koolhydraten krijg je A, veel energie. B, weinig energie. Of C, geen van beide. De laatste vraag, de open vraag. Hoeveel keer zijn de filmpjes op het YouTube-kanaal van KKN Regio TV bekeken tot en met 2 december? Het zijn 5 cijfers. Hoeveel keren zijn de filmpjes op het YouTube-kanaal van KKN Regio TV bekeken tot en met 2 december? Wie ben jij? Megan. Megan, hoe vond jij het gaan? Beetje. Beetje moeilijk? Beetje makkelijk? Moeilijk. Beetje moeilijk? Ja. Wat vond je er moeilijk aan dan? Vond je dat het te snel ging? Of vond je de vragen gewoon qua niveau te moeilijk? Ik vond het heel snel gaan. Had je te weinig tijd om na te denken? Ja. Waar ben je het beste in? Rekensommen, taal, geschiedenis, gimmen, hoor ik jouw vriendinnetje al zeggen. Wat is jouw beste vak dan op school? Waar ben je het beste in? Weet ik niet. Iedereen is ergens goed in. Gimmen? Ja. Ga je ook kijken of jij door bent naar de halve finale? Ja. Verwacht je dat je door bent? Nee. Wie denk jij zo als je zo de klas rondkijkt? Wie zou je dan aanwijzen? Je denkt van ja, die zal het vast wel zijn. Milou. Wie is Milou? Ga ik daar even naar Milou toe. Ga ik ook nog even aan meester Gijs vragen wat hij ervan vond. Meester Gijs, hoe was het niveau? Het was redelijk pittig volgens mij. Want, pittige quiz voor groep 7. Pittige quiz voor groep 7, want ik heb ze toch flink zien nadenken. Waar zat de moeilijkheidsgraad in? Sommen? Nou, de sommen dat viel nogal mee. Maar ik denk dat aardrijkskunde, ja? Dat vonden ze volgens mij wel moeilijk. Ja. Denkt u zo dat er een gemiddelde aan gescoord wordt? Hoeveel vragen waren het precies? 10 en 1 open vraag. 6. Ja? Ja, dat moet wel kunnen. Ik heb er wel vertrouwen. Mag toch wel iets optimistischer of niet als 7? 7 dan. Wij gaan voor de 7. We gaan het terugzien. Ik hoop het.
Milou, ik hoorde net van een klasgenootje van jou dat jij de slimmerik van de klas bent. Klopt dat? Weet ik niet. Het is ook moeilijk om over jezelf te zeggen, of niet? Ja. Hoop jij dat jij door bent? Mij maakt eigenlijk niet zoveel uit. Is het wel leuk om eraan mee te doen? Ja. Had jij liever eerst gehoord wat je nou eigenlijk kon winnen? Misschien, ik weet het eigenlijk niet. Want ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Vond jij het wel makkelijk om te doen? Niet zo. Ook best wel pittig dus. Dus meester Gijs die heeft gelijk. Het was een pittige quiz voor jullie. Ja. Wat is jouw beste vak dan? Wat vind je het makkelijkst? Ja, gimmen. Gimmen? Dus eigenlijk moeten wij hier gewoon een gymquiz doen. Ja. Een sportieve klus. Ja. Ja? Dan doen jullie volgend jaar ook mee? Ja. Ja? Denk het wel. Marius, toch? Ja, Marius. Wat was de makkelijkste vraag? Dat was een vraag en... Nee, ik weet niet. Je weet het niet meer, hè? Wat is de moeilijkste vraag? Die laatste. Die laatste, de open vraag. Wat heb je erin gevuld? Volgens mij 1851 of zo. Nee. Ik weet het niet. 18.000. Ja, zoiets. Ja, 18.000. Iets in de 18.000. Goed, jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aandacht en jullie motivatie en jullie inzet. Ik deel dadelijk alsnog een briefje uit waarin staat wanneer jullie dit terug kunnen kijken. En is het bedoeling dat jullie natuurlijk allemaal terugkijken, want in die aflevering wordt bekendgemaakt wie van deze drie doorgaat naar de halve finale. En dan is het de bedoeling dat ik eigenlijk jullie allemaal terug ga zien tijdens de finale. Dus niet alleen de drie finalisten mogen komen, maar de hele klas, meesters, juffen, opa's, oma's, vriendjes en vriendinnetjes. Tot dan! Carnavalsseizoen is het bij de Piepenknallers in Escharen extra feest, want dit jaar vieren zij hun 55-jarig jubileum samen met hun nieuwe prinsenpaar Ben en Gertie Derks. Gefeliciteerd beiden. Ja, dankjewel. Hoe zijn de afgelopen weken verlopen? Nou, de afgelopen weken waren er wel veel dingen die moesten geregeld worden. Zoals? Ja, zoals. Nou, de woordjes moesten gemaakt worden. Er moesten uitnodigingen gemaakt worden voor mijn receptie. Die is 5 januari. Er moesten nog verschillende dingen er rondomheen gekregen worden. De borden werden geplaatst. Daar kwam de Raad van Elf, die doet een week na de onthulling, doen ze altijd borden plaatsen bij de prins en bij de adjudanten en bij de page. En daar komen ze daarna een gezellige avondje bij ons buurten. Want welk vervolg heeft u bij zich? Normaal gesproken heb ik het klein gevolg bij me. En het andere gevolg bedoel ik eigenlijk dus de Raad van Elf. Het klein gevolg bestaat bij mij uit twee adjudanten met hun vrouwen. En de page. En de page is buurmeisje van mij. Eén adjudant die komt hier ook uit de buurt. Deze kant van de raam. En Schaar is een bepaalde scheiding ertussen van de raam en de Schaar zelf. En dit is het Beeklandergebied, noemen ze dat. En de prins die komt nou ook uit het Beeklandergebied. Eén adjudant komt er ook uit dit gebied, de page ook. Want dat is mijn buurmeisje, zoals ik net al zei. En een ander adjudant heb ik uit het dorp zelf, uit de Schaar, gekozen. Ik mag ze zelf kiezen, wie dat het worden. En toevallig komt nou ook de jeugdprins. Ook uit het Beeklandergebied. Dus we zijn van het jaar goed vertegenwoordigd. Bent u zelf ooit jeugdprins geweest? Nee, ik ben zelf nooit jeugdprins geweest. Mijn zoon wel. In 2001 is hij jeugdprins geweest. Hoe was de onthulling? Ja, dat was gewoon geweldig. Ik zeg maar, van tevoren vond ik het wel... Ja, je mag helemaal niks zeggen. En ja, dat is natuurlijk wel heel jammer. Of ja, heel jammer. Het moet moeilijk? Wel. Ja, heel moeilijk. Want ze liggen allemaal te... Ja, te zeuren aan jou van, ja, oh, Ben is het. En ik zei, ja, nee, ik weet wel wie dat het is, want ik zit dan dus zelf in het bestuur. En dan zei ik gewoon van, ja, ik weet wel wie dat is, maar ja, ik mag gewoon niks zeggen, klaar. Je zegt zelf al, je zit in het bestuur. Wat hebben jullie met carnaval?
Nou, ik denk dat wij best wel veel met carnaval hebben. Ik zit dus al jaren in de jeugdcommissie. Daar heb ik, voorheen heb ik er 7, 8 jaar in gezeten toen mijn kinderen klein waren. Toen heb ik een paar jaar niet in de jeugdcommissie gezeten, maar nu zit ik er toch weer in. Want ja, kijk, er waren eigenlijk eventjes een beetje, ja, dat er wat minder commissieleden waren. En toen zeiden wij, kom op, we trekken weer de kar en we gaan weer verder. En jij, Ben? Ja, ik zit, omdat Gert die altijd natuurlijk ook in de jeugd gezeten heeft en nauw betrokken was bij de carnaval, zit ik sinds een jaar of 10 ook, toen hebben ze me gevraagd van, wil je misschien nu een keer bij de Raad van Elf? Ik zei, ik wil het voor een jaar wel proberen. En ook in eerste instantie gewoon als reserve, maar ja, van reserve komt van het een komt het ander. En het is ook best wel gezellig om bij de Raad van Elf te zijn. Je moet best wel veel doen als je in de Raad van Elf zit. Je begint al, in november beginnen we altijd al met advertenties ophalen. De vereniging moet toch ergens op een of andere manier ook aan geld komen om bepaalde dingen te doen. Daarna, dan is het, als die advertenties dan klaar zijn, ja, dan moeten we gaan kijken van de wagen voor de optochten waarmee rijden, die moeten in orde gemaakt worden. Een keer donateurskaarten in het dorp rond, mensen die dan de vereniging ook willen steunen. En ja, die hebben we ook nodig, net zo goed. Daar heb je diverse uitwisselingen natuurlijk. Dat zijn nou mooie momenten natuurlijk die je dan nog hebt als je bij de Raad van Alles zit. Want hoe leeft de carnaval in Herscharen? Nou, ik kan wel zeggen dat je best wel goed leeft. We hebben op zich als Raad van Alles ook een mooie club. Maar in Herscharen zijn de avonden nog goed bezet. Wij beginnen eigenlijk vrijdagavond is dan vanuit de gezamenlijke vereniging in de gemeente Graven. En daar vallen dus Herscharen, Velp, Gassel en Graven onder. Dan hebben wij een sleutelonthulling vrijdagavond. Zaterdags hebben wij een programma van, we noemen dat Vat en Moetenbal. Dat is gewoon volle bak. En dan is ook iedereen verkleed. Het mooie ervan is ook dat die mensen die dan verkleed komen, die komen ook allemaal als groepen binnen. Doen ze vaak zondags met de optocht mee. Laten ze van zaterdags kijken van hoe gaan we met de optocht komen voor de dag. En dat slaat ook vaak op de prins. Dat is natuurlijk ook wel mooi dat ze die onderwerpen erbij betrekken. En zondags, dan is het, die mensen die zaterdags geweest zijn, die doen zondags met de optocht mee. Met hun kinderen erbij vaak ook nog, de kleine kinderen. Dus dat is ook mooi. Die komen s'avonds weer bij, want er is het feest eigenlijk. Die komen s'avonds weer bij elkaar. Er wordt soms nog wel eens gezamenlijk gegeten dan nog. Dan wordt er een frietje op tafel gelegd. En nou, dat zijn gewoon de leuke dingen die er ook bij horen. En dan hebben we dus maandags in ons programma, dan gaan we naar de optocht kijken in Gassel. Met Raad van Elf. We gaan, daarna gaan wij met de optocht in Graven meerijden zelf. Dan maandagavond hebben wij een oud prinsavond, noemen wij dat. Die is een afkoopavond. Dus voor een bepaald bedrag kun je de hele avond, kun je de hele avond drinken. Je hoeft niet meer af te rekenen. Je bent gewoon, je kunt vrijlopen. Dat is ook het voordeel van zaterdags. Dan kom je vaak als groep. Dus dan heb je gelapt en dan. Dan ben je ermee bezig en dan ben je een keer uitgepraat bij je eigen groep. Vooral ook nog als je dan zondags ook nog in de optocht bij elkaar bent geweest. Wil je maandags wel eens een keer rond. Nou, dan kun je ook rondlopen in de zaal. En dat is een goed concept. En dan hebben we dinsdags in ons programma nog zitten vaak het, of dat is eigenlijk elk jaar het boerenbruidspaar. Dan is de trouwerij van boerenbruidspaar. En dat is ook een gezellige dag. Is er dit jaar ook iets extra's voor het jubileum, het 55-jarig jubileum? Nee, tenminste met dit seizoen, deze carnaval zelf niet echt. Er wordt wel een beetje aandacht aan geschonken, maar verder is niet dat het met programma rekening wordt gehouden van dat er iets aparts is. Wanneer zal dit gevierd worden? Dit wordt 4, 5 en 6 oktober gevierd. Oké, okay, tenslotte jullie lijfspreuk. Ja, onze lijfspreuk. Daar hebben we even voor na moeten denken. Ik had er verschillende. Omdat ik zelf een boerenbedrijf heb. En ik heb ook kippen en varkens. Dus daar kun je verschillende dingen op loslaten. Ja, mijn lijfspreuk die is dit jaar. Piepers en pieprennekes, veel plezier. Dit jaar met een boer aan de zwier. Alaaf. Thank you.
just got out of bed today and the world looks wide. Everyone is celebrating, just feels so right. Walking down this avenue, I hear bells in my mind while I dream away as if it's a long sleigh ride. I hear people say the most wonderful things. It's like peace in the entire universe. I quickly realize this can only be real when it's Christmas time. And I'm sharing this. Merry Christmas!